Dag, dit is Simkander en dit zijn mijn Angry Panda Vlogs. Daar. Voor het eerst dat jullie mijn toeter zien. Nou ja, voor het eerst. Ik denk dat er wel meerdere zijn geweest die mij al eerder gezien hebben. Maar ik heb besloten om dan toch het maar zo te doen. Misschien wel zo handig. En misschien ook niet. Interesseert me niet. Kan mij niet schelen. Even een aantal dingetjes. Ik heb een aantal maanden nu inderdaad geen video meer gemaakt. Dat heeft een aantal dingen als reden gehad. Ik heb een maandabonnement gehad. Meerdere maanden abonnement gehad op de dierenarts. Een aantal van mijn dieren zijn behoorlijk ziek geworden. Er is hier in huis, moet er nog heel veel gedaan worden. En zoals jullie weten, met SPS is dat niet echt makkelijk. Goed. Dat gezegd hebbende, weten jullie dus waarom er een aantal maanden geen video's zijn verschenen. Komt ernaast ook nog eens een keer dat mijn animo op een gegeven moment een beetje weg was, omdat men toch niet keek. Dus ik had zoiets van, dan heeft het ook geen belang. Maar ik heb pas geleden gesproken met iemand. En die persoon weet wie ik bedoel. En toen dacht ik bij mezelf, misschien moest ik het dan toch maar weer eens gaan doen. En misschien moest ik dan ook toch maar eens veranderen. Niet het beeld naar een game, maar gewoon mijn eigen kopje in het zicht. Misschien dat dit een beetje meer overbrengt. Zoals jullie weten, ik heb SPS. En ik heb deze videokanaal opgezet om dus een beetje meer uitleg te geven aan wat het nou precies is. SPS, schizoïde persoonlijkheidssyndroom. Met name omdat ik merk dat mensen absoluut geen idee hebben wat het is. In eerste instantie, als men hoort schizoïde, denkt men, oh, schizofreen, dus ben je gek. Maar schizoïde heeft niets met een geestelijke afwijking te maken of met een geestelijke ziekte. Schizoïde staat in de psychische wereld voor angst voor. Je kan dus zeggen, ik heb een fobie voor jullie allemaal. Daar ben ik niet bang voor jullie, maar ik irriteer me wel 24 uur rond de klok aan jullie. Wie zijn jullie? De wereld om mij heen. Mensen in het algemeen. Ik probeer al 49 jaar inmiddels duidelijk te maken dat ik niks met jullie kan. Ik probeer al 49 jaar duidelijk te maken dat het systeem waarin de normale mensheid functioneert en schijnbaar goed functioneert, ik weet niet waarom, maar schijnbaar goed functioneert, dat dat systeem voor mij absoluut niet werkt. Erger nog, in sommige momenten kan het zelfs genest zijn voor mij. Maar omdat men niet ervaart wat ik ervaar, is dat heel moeilijk te begrijpen. Van mijn Quintus-medewerker, laat ik het maar even zo noemen, krijg ik wel eens te horen, ja, maar dat is de maatschappij. En je zult toch ook een beetje mee moeten doen in de maatschappij. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar hij vergeet één cruciaal ding. Ik probeer al 49 jaar mee te doen in deze maatschappij en al 49 jaar zie ik dat het systematisch niet functioneert. Ik doe al 49 jaar mijn godvergeten best om aan jullie allemaal gehoor te geven. En ik vergeet daarbij zelf één cruciaal ding. Iets wat ik dus de laatste jaar wel inderdaad ben gaan voelen. En stil ben gaan staan. Omdat ik weet dat als ik hiermee door blijf gaan, ga ik wederom er weer aan onderdoor. En daar heb ik echt geen zin in. Ik heb geen zin om elk jaar weer opnieuw helemaal dat systeem te moeten opstarten om het te zien falen aan het eind van het jaar. En dan niet zien te falen in de vorm dat het negatief uitpakt voor jullie. Nee, het zien te falen dat het negatief uitpakt voor mij. En dat begrijpen natuurlijk een heleboel mensen niet wat ik bedoel. Dus dat ga ik nu even uitleggen.
Ga er maar voor zitten. Pak je koffie erbij. Pak een koekje erbij, Juliette. Geen boekje. Ik wil dat je even goed luistert. Want dit is wel heel belangrijk. Dit is echt heel belangrijk. Omdat jullie dus geen van alle idee hebben hoe het is om te leven met een schizoïde persoonlijkheidsdisorder, ga ik dat jullie nu vertellen. En het zou fijn zijn dat de mensen die dit dus zien, iets meer begrip gaan opbrengen. Voor niet alleen voor mij, maar ook voor de rest van de wereld, waar het op het ogenblik niet goed mee gaat. Omdat die allemaal gedwongen worden, kom ik ook zo meteen nog toe, gedwongen worden in een systeem te functioneren die voor hun funest is. Ik heb dierengedrag gedaan. En in de tijd van het dierengedrag ben ik ook erachter gekomen dat heel veel gedragingen teruggekoppeld kunnen worden naar mensen. Ik ben in die tijd duidelijk geworden. Ik heb allemaal dingetjes van de kat op mijn nek. Er is mij in die tijd duidelijk geworden dat mensen zwaar afwijkend gedrag zijn gaan vertonen door de eeuwen heen. Ik kijk om mij heen. Ik bekijk zo dingen eens en merk dat de mens het als een quote-unquote vertier gebruikt om andere mensen dood te maken. Nooit opgevallen? Games. Wat doe je daar 35% van de tijd? Veel games, hè? Niet alle games, veel games. De meest gelikte games zijn erop gebaseerd dat je anderen doodschiet. Al dan niet in een team. Dat noemt men entertainment. Ik zet er mijn vraagtekens bij, hoor. Ik vind het niet normaal. Maar dat is een computerspel. Kom op. Dat kan je toch niet serieus nemen? Nee, maar als wij dat als entertainment zien, en als je een beetje gaat nadenken, als je dat entertainment vindt, waarom zijn we dan zo ontzettend scherp er tegen dat dat in het echt gebeurt? We vinden het entertainment. We vinden het niet raar meer dat het in het echt ook gebeurt, hoor. Al die oorlogen die we hebben, dat zit in de mens. Niet omdat het entertainment is, maar dat zit in de mens. Omdat wij hebberig zijn, van nature. Wij willen alles overheersen. Alles domineren. En dat doen wij niet alleen in het echt. Want als we het in het echt niet kunnen, en er zijn legio mensen die niet in een oorlogszone wonen, en die mogen daar verdomd blij mee zijn. Maar als we dat in het echt niet kunnen, dan doen we het wel in een computerspel. Maar, als het ook in een computerspel niet kan, en dan maakt het niet uit wat voor reden eraan vastzit, dan doen we het wel in een film. Want de meest gelijkte films, doorgaans, zijn films waar men elkaar kapot maakt. Hoeft nog niet eens met een geweer te zijn, hoeft nog niet eens met een wapen te zijn in het algemeen. Nee, Syrisch kapot maken mag ook, dat is ook goed. Hartstikke leuk. Spannend. Laten kijken hoe één persoon een ander compleet vernietigt. En daar hebben we dan begrip voor, want we hebben het hele verhaal kunnen volgen op het beeldscherm. Maar komen wij in het echt iemand tegen waarbij dat ook gebeurd is? Ah, dan moet die persoon niet zo zeuren, want dat is altijd wel erger ergens anders. Wat heb ik voor een boodschap eraan dat het bij mijn buren misschien erger geweest is? Het gaat nou even om mij. Mag ik even egoïstisch overkomen? Dank u wel. Bij deze. Dat dus is een ding wat mij zwaar, zwaar irriteert. Komt bij dat mij door de jaren heen wel duidelijk geworden is dat men een second agenda erop nahoudt. Wat men doet is altijd in eigen belang. Is helemaal niet erg. Fijn. Is goed. Maar het probleem is dat men daarbij uit oog verliest dat wat in jouw belang kan werken, misschien wel eens voor een ander helemaal niet in zijn belang is. En dat is nog niet eens zozeer het ergste. Het ergste is dat ik dat ook zie bij quote-unquote hulpverleners. Een hulpverlener wordt een hulpverlener omdat hij zichzelf beter voelt, omdat hij mensen kan helpen. Daarom wordt hij een hulpverlener. Dat is wat het meest gehoorde
antwoord wat je kan krijgen als jij een hulpverlener vraagt: waarom ben je dit werk gaan doen? Omdat ik mensen kan helpen. Voor mij, door de 49 jaar heen, is het zinnetje "ik wil graag mensen helpen" synoniem geworden aan "ik wil mezelf graag beter voelen en heb daar anderen voor nodig". Denk daar maar eens over na. Ik zit nu 7 jaar in een systeem van een instantie die op zich heel goed werkt, hoor. Op zich is het helemaal geen slechte instantie. Maar als je dan weet dat die instantie oorspronkelijk opgezet is door een geloofsgroep om mensen die dan wel in combinatie met een verslaving psychische problemen kregen en een psychische achtergrond hebben, al dan niet door een verslaving, dat maakt dan niet zozeer heel veel uit. Maar daar werken ze dan wel mee. Voornamelijk, dat was tenminste de richtlijn waarin ze werken. En ik eigenlijk, ik heb geen verslaving gehad. Ik ben niet alcoholverslaafd geweest. Ik ben niet drugsverslaafd geweest. Ik ben niet gameverslaafd geweest. En dat wil ik ook graag voorkomen, maar het gaat die kant nu wel inmiddels uit. Daarom heb ik ook deze vlogs. En ik heb geen psychisch verleden. Ik ben niet opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Ik heb geen medicijnen hoeven te gebruiken om mijn psychische zelf in hand te houden. Want, laat ik eerlijk wezen, psychisch is er in principe eigenlijk, was er nooit wat mis met mij. Nu inmiddels is dat behoorlijk veranderd. Ik ben mentaal een behoorlijk wrak. En dat is niet leuk. Want omdat je je dan mentaal overeind probeert te houden, krijg je dat alle energie die je hebt daarin gaat zitten. En wat krijg je dan? Dan wordt je huis een dievenbende. En dat mag dan weer niet, dus gaat men zich daarop richten, want dat wil men dan eerst op orde hebben, voordat men jou op orde wil hebben. Ik ben nu 7 jaar bij deze instantie. Ik ben daar gekomen omdat mijn moeder slecht ging. Mijn moeder is paranoïde schizofreen geweest. Ze leeft inmiddels niet meer, dus daarom is het ook geweest, voltooid verleden tijd. Als die zin niet klopt, maakt mij niet uit, maar je weet wel wat ik bedoel. Mijn moeder was dus een psychiatrisch patiënt. Mijn moeder heeft zich daar altijd voor geschaamd. Was niet nodig, want mijn moeder kon er niks aan doen. Het was haar fout niet. Het is nooit zo geweest dat mijn moeder in haar agenda heeft opgeschreven: goh, laten we vandaag eens even lekker gek gaan voelen. Het erge is dat mijn moeder exact wist wanneer het fout ging. En ik heb altijd begrip voor haar gehad. Misschien de ene keer wat minder dan de andere keer, want als mijn moeder een depressieve bui had, want die kreeg ze erbij door de medicatie, als ze depressief was, dan zag ik, tenminste, ik zag het nut niet van depressief zijn. Depressief zijn heeft ook geen nut. Depressief zijn is dat iemand echt behoorlijk vastgelopen is en daar voelt zo iemand zich behoorlijk kloten bij. Krijgen zo iemand weer los? Nou, dat vind ik dan een heel knap staaltje werk. Want mensen die depressief zijn, op het moment dat ze een depressieve bui hebben, zijn ze op dat moment niet echt bepaald movebaar. Je krijgt ze niet los. Je kan nog zo gek gelopen doen, je krijgt ze niet los. Waarom? Omdat deze mensen zelf niet eens in de gaten hebben. Nou ja, ze hebben het wel in de gaten. Dat is niet goed gezegd. Ik weet niet precies hoe ik dat moet aangeven. Maar mensen die depressief zijn, zitten zo vast. Ze willen heel graag los. Maar het is als een donderwolk, het bekruipt ze, ze kunnen er geen moer tegen beginnen en het bespringt ze en bam, op het moment dat het daar is, is het daar en moeten ze hem uitzingen. En het ergste wat jij kan doen, en laat ik heel eerlijk wezen, ik heb mij daar af en toe ook wel schuldig aan gemaakt, het ergste wat jij kan doen is daar geen begrip voor opleveren. Ik had het met mijn moeder. En dat lag voornamelijk erin dat als mijn moeder dus een bui had, voelde ze zich alleen. En ik snapte niet hoe zij zich alleen kon voelen. Ze had 2 kinderen, er waren best wel vrienden die zij had.
Niet veel, maar mijn moeder had wel vrienden. En toch deed ze daar niks mee. En als ze dan depressief was, dan zei ze dat ze alleen was. Hallo. En wij dan? Ik, mijn zus. Nou ja, mijn zus heb je niet zoveel, maar dat komt later wel. Maar hoe bedoel je alleen? Je bent moeder van twee kinderen. Hoe bedoel je alleen? Mijn moeder had een groot probleem met het feit dat ze zich niet geliefd voelde. En ik kan daar niks mee. Ik zou je vertellen waarom. Het interesseert me geen kant. Wat kan mij uit de hol schelen dat het iemand is die achter mij aanloopt als een hushpuppy, mij op honden draagt en alles voor mij wil doen. Ik word daar zo ontzettend gestreft van. Dat werkt zo immens op mijn irritatie. Dat als ik een persoon zou hebben, en ik laat even in het midden of dat een kerel is of dat een vrouw is, dat interesseert me namelijk niet, die dat dan zou doen, dat ik zoiets heb van, joh, ik pak een bezoeker, ik help je even uit je lijden, want dit is geen normaal gedrag. Leef je eigen leven, laat mij mijn eigen leven leiden, dat we elkaar leuk en aardig vinden is fijn, is goed, maar niet dat klittenband idee. Alsjeblieft niet. Ik word onmisselijk als ik eraan denk. Ik heb een hekel aan klittenband ideeën. En mijn moeder had dat nodig. Mijn moeder had dat dus wel nodig. En het is mij opgevallen dat heel veel mensen dat nodig hebben. Heel veel mensen hebben het nodig dat er iemand is die doet alsof ze God zijn. Die ze verafgoot. Die alles voor ze wil doen. Waarvoor ze altijd klaarstaan. Mensen hebben dat nodig. En ik weet niet waarom. Ik ben er nog steeds niet achter. Ik wil het ook niet weten waarschijnlijk. Want laten we heel eerlijk wezen. Als je zo moet leven, volgens mij leef je dan niet. Ja, misschien ben ik gek hoor. Ben ik misschien ook wel. Want ik loop niet van niks natuurlijk bij die instantie. Maar dat is voor mij helemaal niet relevant. Je regelt je eigen shit. Lukt het niet in je eentje? Kan je hulp vragen. Simpel. Ik vind dat niet meer dan heel normaal. Zo fijn zijn ook als je die hulp kreeg. Krijg je niet, maar dat is een ander verhaal. Maar zo leef ik. Ik ben uitermate op mezelf gericht. Niet in het egoïstische, maar in survival. Ik heb anderen daar helemaal niet bij nodig. Anderen zijn juist voor mij een hinder. Als ik mijn huishouden zou moeten runnen, met nog vier anderen erbij, om maar even een getal te noemen. Ik zou geen gek worden, sorry. Waarom? Omdat die mensen niet in mijn straat passen. Ik pas niet in hun straat, maar zij passen ook niet in mijn straat. Prachtig voorbeeld. Ik heb heel vaak te horen gekregen als ik boos ben, dat ik zo schattig ben. Maar ik ben helemaal niet schattig als ik boos ben. Ik kom misschien heel schattig over, omdat ik een schattig uiterlijk heb. Klein, ben dik. Ik heb een beetje een raar gezicht. Oh, dat mag je niet zeggen van jezelf. Dat is jezelf neerhalen. Lieve schat, laten we eerlijk wezen. Dit is geen fotomodel, ofwel. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ik voel me er niet rot over. Maar laten we eerlijk wezen. Hè? Wil jij 's morgens wakker worden naast dit, met haar dat alle kanten uit staat? Ik ook niet. Ik word helaas wel mee wakker, maar ik heb een mazzel. Ik zie mezelf niet. En dat is niet neerhalen, maar dat ziet iedereen wel zo. Want als je zo over jezelf praat, haal je jezelf neer. Nee, ik vertel je de waarheid. Dat is wat iedereen elke dag weer moet zien. Dit. Als ze met mij omgaan, dit. En laten we eerlijk wezen, ik ben geen Marilyn Monroe. Zal ik ook nooit worden? Wil ik ook niet. Maar zal ik ook nooit worden. En ik ben ook geen Tina Turner. Hoewel ik daar wel inderdaad wel wat voor zou voelen om dat te horen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Weet je, ik ben een Whoopi Goldberg in blanke vorm. Iedereen moet op mij lachen. Kan ik me voorstellen, want ik gedraag me af en toe best wel komisch. Maar als ik mij komisch gedraag, mag je erom lachen. Als ik kwaad ben, beter niet. Maar ik heb wel eens te horen gekregen dat ik erg komisch ben als ik kwaad ben.
Wat men zich niet realiseert is dat men op dat moment ontzettend met vuur aan het spelen is. Want het interesseert mij namelijk geen kloot. Want als ik uithaal en jij blijft liggen. En slaat vervolgens het stapje ziekenhuis over en kan meteen door naar het crematorium. Dat het mij geen ene kloot kan schelen. Wat mij wel kan schelen is dat ik geen zin heb om voor jou in de baaiers te komen. Dus blijf ik bij mijn klauw van je af. Maar man, je wil niet weten hoe groot de drang is op dat moment om jouw strot dicht te knijpen. Komisch, hè? Ach, ik ben zo schattig. Ik ben net een pinguïn die probeert over een stukje ijs heen te springen. Ik ben helemaal niet schattig als ik boos ben. Ga dat ook niet zeggen. Dat is heel kleinerend. Ik ga ook niet van jou zeggen: "Oh, wat ben je lief als je kwaad bent." Ik krijg ook een tetter voor mijn bek. En het verband is, jij mag mij die tetter geven, maar geef ik hem jou, is de wereld te klein. Waarschijnlijk omdat ik op dat moment dan niet meer stop en waarschijnlijk doorgaat totdat je niet meer beweegt. Maar dat is een ander verhaal. De manier waarop men met elkaar omgaat, is kleinerend. En door die tweede agenda die men erop nahoudt, is men uit het oog verloren dat wat men voor een ander probeert te doen in hulp vaak heel verkeerd uitpakt. Wij proberen mensen in een bepaalde lijn te krijgen, zodat als het in een bepaalde lijn wordt, als het dus uniform wordt, dan hebben we er meer controle over. Maar hier is juist het grote probleem, lieve mensen. Hè? Er is een spreekwoord: iedereen is uniek, weet je nog? Elk karakter van een mens is anders. Guess what? Doordat we zo anders zijn allemaal, kan je niet unaniem gaan maken. Dat wordt nooit uniform. Er zijn altijd wel side groups die anders doen dan de rest. Wat nog veel erger is, mensen die dus een quote-unquote psychische aandoening hebben, worden vaak behandeld als een: "Oh, dat kan helemaal niet voor jezelf." En dat doe ik even zo, want ik weet dat dat heel hard overkomt. Er zijn een heleboel mensen die zeggen: "Wat doe jij nou? Wat doe je raar? Doe even normaal." Waarom, als een gezond, helderdenkend mens, mag je dat niet doen? Ik zal je vertellen waarom. Omdat wij mensen, andere mensen, en wat ik nu ga zeggen, wil ik dat je even heel goed luistert voordat je gaat reageren, want er zijn er een heleboel die gaan hier enorm mee over de zeik, weet ik nu al. Omdat wij als mens hebben mensen die Down-syndroom hebben, want zo beelden wij mensen met Down-syndroom stiekem wel uit, hè? Laten we even heel eerlijk wezen. Want dat goed. Daar bedoelen we, als we zo doen, dan bedoelen we eigenlijk Mongooltjes mee. Waar of niet? Ja, dat bedoelen we ermee. Maar ondertussen zeggen we aan de andere kant wel over mensen met Down-syndroom: "Ach, die zijn zo lief. Zijn zo schattig. Kijk nou, ah, Down-syndroompje. Wat lief. Ik heb een Down-syndroom broertje of vriendinnetje." Weet je, we zijn er zo achterlijk over. Het is een manier van gedrag waarvan ik denk van: "Sorry hoor, maar ik ben hem even kwijt." Iemand met Down-syndroom, voor mij, is een mens. Net zo goed dat hij een mens is als dat de minister-president een mens is. Hoewel ik liever minder graag met de minister-president omga dan iemand met Down-syndroom. Ik ga liever met iemand met Down-syndroom om dan met de minister-president. En ik zal je vertellen waarom. Een persoon met Down-syndroom is wel iets eerlijker. Die minister-president, ik weet het zo net nog niet. Die is minister-president geworden, want hij wil zich verheven voelen boven het volk. Want anders word je geen minister-president, laten we eerlijk wezen. En wij, achterlijke randbielen, geven daar gehoor aan. Want elke 4 jaar gaan we braaf naar de stembus om iemand te selecteren om minister-president te worden. Yay! Maar wel 4 jaar lang schelden en vloeken en tieren en moemoeren en moeilijk doen over het feit dat daar dus iemand zit die minister-president is. Maar we vergeten allemaal dat wij hem wel gekozen hebben. Wij hebben gehoor gegeven aan zijn wens om dat te zijn. Als je ergens een probleem mee hebt, denk ik,
Dan ga je er toch niet in mee? Ben ik nou maf? Het hele systeem wat wij hebben opgebouwd door eeuwen heen, zoals dat de mensheid leeft en wij heel normaal zijn gaan vinden, dat hele systeem is één grote opeenhoping van verknipte shit. Oh, Margander, Angry Panda. Jij hebt toch SBS? Ja, maar door mijn SBS heb ik wel de kans gekregen om jullie eens even goed onder observatie te nemen. Want zoals jullie mij observeren, observeer ik jullie nog beter. En in die 49 jaar dat ik dat gedaan heb, is mij duidelijk geworden dat de mensheid niet mijn ding is. Ik heb wel eens gezegd, ik snap jullie niet. Nou, ik snap jullie maar al te goed. Het probleem is, ik wil jullie niet snappen. Voor mij is jullie snappen afzakken tot jullie niveau. Ik wil niet zeggen dat ik boven jullie sta, maar ik wil er geen onderdeel van zijn. Ik laat het voor hier even bij. Want ik zit nu bijna een half uur mijn panda rent te geven. Maar ik hoop dat ik mensen wel een beetje tot nadenken heb gezet. Ondanks dat mijn gedachtegang van links naar rechts, van boven naar beneden en alle kanten uitduikt. Als iets niet duidelijk is, mag je het gerust vragen. Van mij persoonlijk, voor mij persoonlijk, werkt directheid, openheid en eerlijkheid het best. En vooral dat laatste is erg moeilijk voor heel veel mensen. Want als wij eerlijk willen zijn, maar ons onzeker voelen, omdat wij niet het eens zijn met mij, hebben wij als mens de neiging om meteen hatelijk te worden. Dat is helemaal niet nodig. Als jij dus eerlijk wil reageren, kan je dat hieronder gewoon doen. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar dat hoeft niet hatelijk als je het niet met me eens bent. Het kan ook normaal. Dus als ik een reactie krijg die een beetje hatelijk is, of die, nou ja, in mijn ogen niet gepast is, dat is mijn kanaal, dus ik kan je er even uitgooien. Snap je wat ik bedoel? Ik slaap er niet minder om hoor. Ik gooi er gewoon af, want ik zit er, god, er even zo'n zielepoot. Poep. Jouw 15 minuten om die anger rant met al die scheldwoorden op te schrijven is dan in 1 seconde weg. En ik heb het niet eens allemaal gelezen. Dus bespaar je die moeite vast als je wil reageren. Je mag best reageren, doe het op de normale manier. Vind ik het allemaal goed. En dan blijft het ook staan. En heb je mazzel als ik ook terug reageer. Misschien kunnen we een beetje tot een discussie komen. Lijkt me leuk. Vind ik interessant. Ben ik heel benieuwd naar. Heb ik al vaker gezegd. Maar ja, niemand die reageert. Dus wat dat betreft kan ik het lekker zeggen. Als toch niemand reageert, maakt het mij niet uit. Ik bedoel, het scheelt mij weer een tijd. Ik hoop dat degene die het wel interesseert en die het wel interessant hebben gevonden, dat die toch een keer gaan reageren. Want daar zit ik eigenlijk wel op te wachten. Want ik kan haast niet de enige zijn in deze wereld die zich zo voelt. Ik voel mij in deze wereld echt absoluut als een alien. Misschien ben ik ook wel een alien. Met mijn uiterlijk zou dat niet zo vreemd zijn. Dat was humor. Voor het geval dat je het nog niet door had. Maar reageer gewoon. Ik kom misschien wat bitcherig over. Maar ik ben niet zo'n kreng als dat ik eruit zie. Ik ben voor eerlijkheid. Ik ben voor openheid. Ik ben ervoor om gewoon te zeggen wat je denkt. En soms komt dat niet even altijd lekker mijn strot uit. Dat geef ik ook toe. Alleen, ik kan niet ruiken of het bij jou inderdaad ook niet lekker overkomt. Als het nou bij jou niet lekker overgekomen is, kan je dat ook heel normaal zeggen. Kan je ook gewoon zeggen van, joh, Angry Panda of Sinkander, hoe je hem ook noemen wil. Dat vond ik niet zo leuk dat je dat zei. Hoef je nog niet eens verklaring erbij te geven. Je kan ook gewoon zeggen van, ik vond dat niet zo leuk.
dat op die tijdsmoment in jouw video vond ik niet zo leuk. En dan kunnen we het daarover hebben, als je dat wil. Hoeft niet, maar dan weet ik dat, dat het jou niet bevallen is. En dan zal ik mij daar in de volgende video misschien, niet altijd zeker, misschien over verontschuldigen. Of ik zal er een reden aan geven waarom ik dat op die manier gezegd heb. 95% van de kansen hebben dat ik dat zeg omdat ik het zo zie. En laat ik eerlijk wezen, dat hebben we ook allemaal. Als je dingen in een bepaald context ziet, dan is dat omdat jij dat zo ziet. Hoeft niet te zijn dat dat de waarheid is. Maar voor jou is dat wel de waarheid, want zo ervaar jij het. Snap je wat ik bedoel? Goed. Je mag me best over een andere uitdrukking proberen te overtuigen. Dat mag. Je mag ook proberen om mij duidelijk te maken dat je het niet leuk vond. Dat begrijp ik over het algemeen wel heel erg snel, hoor, trouwens. Als je zegt van dat vond ik niet leuk, dan weet ik al meteen van oh ja, 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 dat is waar ook. Ik heb dat gezegd. Ik kan me daar enigszins wel wat bij indenken dat je dat niet leuk vond om dat op die manier te horen. Maar zoals ik al eens bij mijn eerdere video's heb gezegd, voordat ik afsluit. Ik heb bij mijn eerdere video's al aangegeven, alles wat ik zeg, moet je niet meteen te letterlijk en op jezelf betrekken. Want dat is een egocentrisch trekje dat de mensheid ook ernstig heeft. Men voelt zich te snel aangesproken. Vaak met recht, want vaak gaat het dan ook over jou. Als je je aangesproken voelt, dan heeft dat meestal te maken met jou. Maar dat hoeft dan niet direct op jou gericht te zijn. Snap je wat ik bedoel? Dus, dit was voor vandaag de Angry Panda Vlog. Het is vandaag 12 juli 2017. De tijd is nu bijna 11:45, dus ik ben om 10:45 begonnen. Ik laat het hier even bij en ik hoop jullie in de volgende vlog terug te zien. Simkander, vanuit mijn eigen toko, tot een volgende keer. Toedels.